mensen, top dat jullie weer kijken. Een tijdje geleden hebben jullie gezien dat wij de rupsbanden van onze tank uit elkaar gehaald hebben. Dat was nog niet zomaar 1, 2, 3 gebeurd. Nou wordt het tijd om ze weer op te zetten. En we hebben hulp gehad van twee stagiaires, Milo en Tom. Die hebben de rupsbanden al een hele tijd terug in elkaar gezet. Tijd om ze erop te zetten. Al ligt die boom. We hebben ze geteld en we weten het. We hebben aan deze kant 95 schakels en aan die kant 85. Dus er moeten er 5 van deze kant aan die kant. En dat is eigenlijk een goede zaak eigenlijk. Want normaal gesproken heeft één rupsband heeft 90 schakels van dit type tank. Als ze op een gegeven moment versleten raken, dus dan krijgen ze steeds meer speling. Dus dan rekken ze op, dan worden ze langer. Dan worden de schakels tussenuit gehaald. En ik geloof dat hij tot 84 schakels mocht gaan of zo volgens de handleiding. 84 geloof ik, hè? Ja, zoiets wel. Maar ja, het zijn er dus nog 90. Dus dat betekent dat ze... Ja, dat ze in Irak dus geen schakels eruit gehaald hebben. Dus ze zijn nog niet zo versleten. Dan zie je precies welke er niet uit geweest zijn. Daar waar de clips erop zitten nog, die zijn er niet uit geweest. En waarom hoeft het hier eigenlijk niet terug op? Dat komt eigenlijk gewoon omdat die clips allemaal heel slecht waren. Dus die hebben we niet teruggezet. En we hadden geen nieuwe geleverd gekregen. En deze rupsen, die hoef je niet per se met clips te rijden. Er zit namelijk een nok die drukt die pinnen er terug in. Op het T34 zitten bijvoorbeeld helemaal geen clips op. Die zijn gewoon, ja, die rupsen zijn gewoon zo. Die pinnen lopen er gewoon uit. Maar op een gegeven moment dan komen ze voorbij die wig die daar onder spatbord gelast zit. En hier zit er ook nog een stukje bij de sprokken die het ook doet. Die slaat gewoon die pinnen die er te ver uitgelopen zijn terug erin. We krijgen de rupsen nog net niet om, maar we kunnen de spanning nog wat eraf halen. Vierkante moer en een bout. En die bout is voor de borging en die moer, als je die loszet, dan beweegt deze spanrol, die beweegt naar achteren. Waardoor dus de rups los komt te liggen. Ook de staak door je hart. Die is al... En ligt erop de eerste rups. Nou, nummer 2, hè. Wat heb ik nou gehoord? Hij is kapot. Oh. Ja. Ja. Ja, hij ligt er bijna op, hè. We hebben hem bijna helemaal, ligt achter tot de sprocket. Maar die sprocket die liep altijd al een beetje zwaarder, maar nu loopt hij zelf zo zwaar dat hij de rups er niet overheen wil draaien. Dus dat, we moeten het nog een keer uit elkaar halen aan die kant. Eén rups ligt er al op, dat is mooi. Ja, die andere, dat is niet gelukt omdat die sprocket zo zwaar draaide. We gaan de sprocket eraf halen om te kijken dat er misschien rotzooi of zo achter rond de naaf zit. We hebben van tevoren hebben daar al best wel veel staalkabel en een stroomdraad en zo tussenuit gehaald. Blijkbaar is dat rotzooi waar ze op het slagveld waar ze doorheen gereden zijn, dat de rups mee heeft genomen. En dat daar rond die naaf van die sprocket heeft opgewikkeld, om het zo maar te zeggen.
Ik heb er heel veel tussenuit gehaald, maar misschien dat er nog meer rotzooi tussen zit. Dat hopen we dan. Dus gaan we de sprocket eraf halen. Ja, in het slechtste geval kan het ook zijn dat niet het sprocket het probleem is, maar dat het in de eindvertraging zit. Want er zit namelijk die as die eruit komt, daar zit nog een tandwielkast voor. Dat is de eindvertraging. Het kan natuurlijk ook zijn dat daar een lager slecht is of dat er troep in zit op een of andere manier. Er zit te veel muziek in het gereedschap wat we nou hebben. Kijk, zie je, dit is die grote bout eigenlijk, hè? Dat ding waar we los proberen te draaien. En de keringen zitten pas daar. Mm-hmm. Dus als we dit nou heet stoken, gewoon die flens van die grote bout. Zit er hier voor gaten in, joh? Dat ziet er slecht uit. Ja, dit zijn die gaten om te borgen. Ja, hier moeten we iets voor hebben, want dit kunnen we niet zo afschuiven, ben ik bang. Dat zal tegenvallen, ja. Wat ben je aan het maken? Nou, deze sprocket, die moet er natuurlijk af. En dat willen we doen met dit ding. De vijzel. Vier haken gemaakt. Die komen hierin. Zo. Daaraan vast die balk. En daartussen dat ding. Oké. Hey. Kijk hier dan. Ja, want dit is geen spline meer wat we nou zien, hè? Jawel. Nee, maar dit. Dat we hier. Ah ja. Dat is die borging. Ik snap het al, ja. Weet je nog, die borging zei al dat hij maar zes gaten heeft. Hier zit het boutgat in ook. Ja, en hier zit een naadje. Het wordt steeds gekker. Kijk hier, joh. Deze is er vanaf gevallen. Nou, hebben we hier achter toch iets van een ring met een inkeping. Dus misschien dat er dus toch een konische borging in zit nog. En dat is wel vreemd, want daar hebben we op tekening niks van kunnen zien. Dit is zeg maar de as waar dat sprocket op zit. Hier zit een spline zit erop, zeg maar, hè, van die tandjes waar dat dus het koppel mee wordt overgebracht. Dan heb je hier die naaf van het sprocket zit daarop. Dan zat hier binnenin en er zat een soort van moer opgedraaid die de sprocket vasthield, zeg maar. Die moer die hierop zit, die houdt de sprocket op zijn plek. Zo dachten we dat het eigenlijk was in eerste instantie. Dat was dus niet helemaal het geval, want wat zat er dus hier zo. Hier zit een konische ring. En vermoedelijk zit er hierachter ook een. Als je die aandraait, dan worden die konische ringen, die worden eigenlijk naar de sprokken toegeperst. En ja, doordat ze konisch zijn, drukken ze zichzelf vast. Ja, dus echt om die sprokken te centreren en om hem echt op te sluiten. Het probleem is dus nu, wij hebben hier tegenaan geperst. Dus we hebben eigenlijk we hebben geprobeerd die buis eruit eruit te trekken uit de sprocket. Maar daardoor is die konische ring natuurlijk kei vast gaan zitten. Is toch best wel aardig aangetrokken.
branden, ja. Oh ja, die ring is bij jou al een beetje rood, ja. Ja. We hebben. Kijk eens. Dat is hem. Van kaars nodig. Dat is hem dan. Oh, yeah. Hoe is het mogelijk, hè? Nee, maar ik denk, hè, dat we deze, hè? Nee, het gewoon de roest is geweest. Ja, die kan er gewoon af nu. Oh. Ja, ziet er schoon uit, hè? Pensie, kijk hoe mooi het allemaal weer is. Hé, maar hij zat dus niet vast op stroomraden die eromheen gewikkeld zaten, hè? En gewoon nog rotzooi, ja? Er zijn wel een paar stukjes nog uitgevallen. Kijk, hier ligt nog een stukje draad. Maar het grote probleem was vooral dit allemaal. Kijk joh, allemaal van die roest. Ja, dat denken wij tenminste. Ja. We hebben hem er nog niet opgezet. Nee, dat is het. Dat moet wel. Maar wat... Gaat-ie dan? Ja. Allebei de rupsen erop. Alweer een stap verder in onze tankrestauratie natuurlijk. Hè? Allebei de rupsbanden liggen er weer op. Nou, dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Al die dingen losmaken. Terug in elkaar knutselen. Maar het is eenmaal zover. Hè? Ja, en dan nu. Hier ligt dan een gele ballen klaar. Nou moeten we natuurlijk de kraan gaan installeren. Zodat we een motor en een versnellingsbak en alles erin kunnen gaan eisen. En dan hopelijk toch binnenkort de testrit. Dus ik zou zeggen... Abonneer even als je dat nog niet had gedaan. En dan blijf je op de hoogte namelijk van de vooruitgang van ons project. Hey, bedankt voor het kijken naar deze video en tot de volgende.